Het is een bijzonder moment voor het jeugdfonds. Hier zit Frans Schonemark en Frans is de nieuwe voorzitter van het jeugdfonds. Want de reglementaire opvolging is zo dat ik noodgedwongen afscheid moet nemen van dit mooie fonds. En dat Frans hier met frisse moed aan dit gezelschap verder leiding geeft. Ik heb het ook geprobeerd, het is mij nooit gelukt, maar kijk maar. Maar het gaat hem lukken. Wat kunnen we je nou aanbieden? Zodat je als kind in die basisschoolleeftijd, wanneer je graag mee wilt doen met de anderen, ook gewoon je vriendjes en vriendinnetjes kunt uitnodigen. Want als jij uitnodigt, is de kans groot dat jij ook weer uitgenodigd wordt. Nou, jullie kennen het ongetwijfeld allemaal uit eigen observaties. Die kinderen, die worden dus geholpen met de stichting Verjaardag in de Maak. Nou, ook hierbij proberen we zoveel mogelijk een onvergetelijke verjaardag te creëren. Ook weer op het meedoen. Meedoen, meedoen, meedoen. Kinderen in Almelo moeten allemaal meedoen. Dat doen we belangeloos. We hebben in het Jeugdfonds Almelo, in al die verschillende hoeken, hebben we met het hele budget wat net genoemd werd, wat op dit moment toch ook wel op een 2 ton zit, wat eigenlijk alleen maar omhoog gaat, ook door de inzet van de gemeente Almelo, waar we heel blij mee zijn. Daar komen de zogenaamde kleinsmaakgelden, die worden daar voor een groot deel ingezet in de komende jaren. Dat betekent dat we een behoorlijk budget hebben. U bent 8 jaar voorzitter geweest van het Jeugdfonds Almelo. Hoe kijkt u op die periode terug? Nou, geweldig. Het is een periode geweest die begon van hoe gaan we doen? Wat moeten we eigenlijk doen? Dus we zijn gewoon in de diepe gesprongen om dit te bereiken. En als je kijkt dat je in de loop van de jaren iedere keer plus hebt gehad en nu 900 kinderen helpt eigenlijk met een extra stap in de toekomst te realiseren, een plus te geven, dan geeft dat een heel goed gevoel. Want juist deze kinderen die komen altijd een beetje in die situatie terecht dat er niks meer kan. En nu kan er in één keer meer wat erbij horen, is erbij zijn. Hè? Dus zo gauw je dus meedoet en allerlei dingen, hoor je ook weer bij de groep. En dat leidt ertoe dat kinderen ook beter op school presteren. En je ziet ook dat de toekomst dan ook beter gaat dan als je dat niet doet.